Hi Maagd, welkom bij je reading voor september. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Misschien ben je net jarig geweest in de laatste dagen van augustus. Of misschien ben je nu jarig, wie weet. Maar van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat er heel veel mooie dingen op je pad komen in het nieuwe jaar van je leven. En ik zou zeggen, vier het. In ieder geval, voor je reading. De reading is gebaseerd op jouw sterrenbeeld. Met name op de kaart van de kluizenaar in het tarot. En het is een soort introspectie reading. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. En neem mee wat op jou van toepassing is. Het is een algemene reading. Dus het kan zijn dat sommige dingen wel met je overeenkomen, sommige niet. Dus neem dat mee in je beschouwing. Mocht je een crosswatcher zijn, dan kan het zijn dat sommige energieën omgedraaid zijn. Houd ook daar rekening mee. En dan ga ik beginnen met reading. En ik heb hier fluisteringen van de natuur kaarten. Nummer 7, vergroot je positieve emoties. 7 is natuurlijk een getal wat verbonden is met sterrenbeeld kreeft. En de 7e maand van het jaar, dat is waterenergie. Maar vergroot je positieve emoties. Nou weet ik, ik moet trouwens even vertellen, ik heb de raam openstaan, want het is hier snoeiheet op mijn kamer. Ik zit onder een schuin dak. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar het is gloeiend. Dus de raam staat open. In ieder geval, maar kijk, jij bent Maagd, jij bent de zelfcriticus onder de sterrenbeelden. Ik bedoel, er is geen enkel sterrenbeeld wat zo kritisch kan zijn op zichzelf als jij. En dus vergroot die positiviteit. In plaats van dat je alleen maar misschien denkt van, had ik dit kunnen doen, had ik dat kunnen doen. Of misschien had ik het maar zo aangepakt. Laat datgene los. En kijk naar wat je in het leven voor elkaar hebt gekregen. En wie je bent. En kijk naar het positieve. Maar goed, we gaan beginnen. Oh man. Oh. Phew. Dit gaat erin worden. Oké. Ik ga zo even vertellen waar het over gaat. Oké. Oh man. Alright. Oké. Komt goed met jou. Oké. Komt goed. Ik begrijp deze kaart nu helemaal. En ik denk, ik heb het vermoeden dat ik hem nog beter ga begrijpen. Oké, waar beginnen we mee? Wat kom je over jezelf te weten? 9 van zwaarden. 9 van zwaarden kom je over jezelf te weten. De 9 van zwaarden gaat over mentale blokkades die wij met ons meedragen. Zorgen, blokkades, wat als situaties. Misschien waar je bang voor bent. Als ik dit doe, wat is dan het gevolg? Als ik dat doe, wat is dan het gevolg? En wat nou als het niet lukt? En wat nou als ik het niet kan? Of wat nou als? Dat zijn zorgen. En dat kom je over jezelf te weten. Ik moet dadelijk verklaren op welke manier dit te weten komt. En wat je ermee kunt. Maar oké. Tweede kaart, de duivel. Hoe kan ik beter voor mezelf zorgen? De duivel is verbonden met steenbok. Dat is ook een aardeteken. Ik weet niet of je toevallig steenbok in je chart hebt. Als bijvoorbeeld zon, maan, venus, ascendant. Dan zou het betekenen dat je dichter bij jezelf moet komen. Op dat gebied. Dus bijvoorbeeld je maan is je gevoel, je emoties. Venus gaat over liefde, relaties en je verbinding met anderen. Ascendant gaat over hoe je in het leven staat en hoe je het dagelijks leven hanteert. Dus dat kan het zijn. Het kan ook zijn, hoe kun je beter voor jezelf zorgen door afscheid te nemen van de duivel. En daardoor heen te breken en door je oude patronen heen te breken, gewoontes, dingen die je klein houden. Ik bedoel, zelfs al denken dat je iets niet kunt, is een vorm van jezelf klein houden en de duivel macht geven. Zelfs alleen dat al. Alleen daarmee al. Dus ik begrijp hoe je op deze manier
beter voor jezelf kunt zorgen. Dan gaan we naar de twee van bekers. Wat brengt mij meer zelfvertrouwen? Dichter bij jezelf komen. Kijk, dit kan gaan over een zielsverwant. Een connectie die je met iemand hebt. Maar als ik deze twee kaarten zie en ik kijk hiernaar en ik kijk hiernaar, dan zeg ik dat dit gaat over dichter bij jezelf komen. En jezelf accepteren. En de liefde die en de zorg die je aan anderen schenkt, ook aan jezelf geven. Daar vergroot jij je zelfvertrouwen mee. En vergroot je positieve emoties. Als je ze aan het vergroten bent, kijk er dan niet alleen naar, maar durf het ook te voelen. Dan hebben we de kluizenaar. Wat gaat me helpen om hier doorheen te breken? Jijzelf gaat jou helpen. De kluizenaar. In jezelf kijken. Naar wie je bent. In jezelf geloven. Wat gaat jou helpen? Om door te breken. Jijzelf. Jij bent de kern. En jij bent degene, misschien wel de enige die dit doet. Of die dit kan doen voor jezelf. En dan als laatste, hoe brengt het me dichter bij mezelf? Het opent mogelijkheden voor je. Het opent deuren. Je hebt de mogelijkheid om verder te kijken. Je ziet hier die vos zitten tussen die drie staven. En hij kijkt naar het licht hier achter hem. Hè? En hij ziet die vogels. Hij ziet de vrijheid. Het gaat je helpen de vrijheid te zien. De mogelijkheden te zien. Over wat je kunt bereiken, waar je heen kunt in het leven. Wat alles om je heen je te bieden heeft. De 9 van zwaarden wordt verduidelijkt door de 9 van zwaarden, de 8 van pentagrammen en de koning van zwaarden. Wat kom ik over mezelf te weten? Wat je over jezelf te weten komt, is dat je niks hebt om bang voor te zijn. Dat je niks hebt om in een wat als stadium te blijven zitten en kansen te laten schieten. Er zijn deuren voor je open. En waarom zijn die deuren open? Omdat je niet alleen de vakkennis en de ervaring hebt opgedaan, maar ook de mindset hebt om het te doen. Die 9 zwaarden, dat zijn alleen maar gedachten. En gedachten kunnen ons tegenhouden. Ons brein is vanuit ons instinct, en dan ga ik even 2,1 miljoen jaar terug naar oermoeder Lucie. Ons brein is altijd op zoek naar gevaar. En vroeger was dat een leeuw, of een wolf, of een slang, of hè, denk even aan de oertijd. Dinosauriërs zijn we niet tegengekomen, maar hè, we hadden verdomd enge beesten in die tijd. Nou, hè? Of een vijand met een speer, of kan mij het schelen wat. Hè? En dat gaat terug naar die tijd. En in die tijd was het essentieel om meteen angst te kunnen zien, omdat je daarmee overleefde. In deze tijd hebben we dat niet. We hebben nauwelijks angst. Ik bedoel, ja, oké, als je arachnofobie hebt of zo, of claustrofobie, of kan mij het schelen wat, dan zijn er bepaalde dingen die je angst aanjagen. Oké, maar ons hoofd is altijd alert op gevaar. En op het moment dat er geen gevaar is, dan denkt ons instinct, er klopt hier iets niet. En dus gaat het gevaar zoeken in andere dingen die eigenlijk helemaal niet gevaarlijk zijn. Zoals in het geval van aardetekens, verandering. Plotseling komt er beweging in de zaak. Plotseling zijn er veranderingen, nieuwe mensen, nieuwe plekken waar we heen gaan. Dingen die we nog nooit eerder gedaan hebben en waarvan we denken, oh jee. Ik bedoel, ik weet niet of je nog de eerste keer wist dat je toevallig in een auto stapte, maar ik kneep hem hoor. En ik ben geen maagd, ik ben een stier, maar dan nog. Maar hetgene waar je aardetekens mee kunt hebben, is plotselinge verandering.
En dat wordt door ons instinct gezien als gevaar. Pas op, angst, wegrennen, vluchten, bevriezen, één van de drie, maakt dat je wegkomt. Het punt is, wat je over jezelf te weten gaat komen, is dat het alleen maar gedachten zijn. Totale nutteloze gedachten die je klein maken en je op je plek houden. Terwijl ik hier zie 8 van pentagrammen en de koning van zwaarden. Je hebt alle kennis opgedaan, alle ervaring opgedaan. Je hebt de mindset om het te doen. Dus waarom zou je het niet doen? Omdat je instinct opspeelt? Ja, jammer. Je kunt niet ingaan tegen 2,1 miljoen jaar evolutie. Nee, dat kan niet. Maar je kunt je wel aanpassen. En je kunt logisch denken. En realistisch zijn. En je eigen keuzes maken. Dat is wat je kunt doen. Ga je alleen maar reageren of ga je actie ondernemen? Dat is eigenlijk de keus. Oké. De duivel. Hoe kan ik beter voor mezelf zorgen? 8 van zwaarden. Keizer. Aas van pentagrammen, ja. De truc is, want hier heb je weer die gedachten die je vastzetten. Weer. Het speelt zich weer in je hoofd af. En het kan, dat kan tricky zijn. En je bent niet het enige sterrenbeeld die daarmee zit. Echt niet. Ik bedoel, als je een waterman ooit wil zien doordraaien, geef hem 8 zwaarden. Die zijn altijd spontaan en altijd vrolijk en altijd opgetogen. Geef ze 8 zwaarden en ze zitten vast. Je bent niet het enige sterrenbeeld wat dit doet. Echt niet. Dus het is geen kritiek. Maar het punt is, je hebt weer die gedachten. Maar ik zie je hier. Zie ik je in een andere rol stappen. Ik zie je hier een andere houding aannemen. Er was ooit een... ik heb in de bibliotheek gewerkt en er was een meisje en die kwam binnen. En dat meisje dat had de rug gebogen en die keek naar beneden en die keek naar de grond. En die durfde eigenlijk niemand aan te kijken en die ging heel voorzichtig. Hè, en ze kon het eigenlijk niet vinden en ze sprak me aan. Ik zeg, oh nou, die boeken die staan hier. He, en het ging over diëten en afvallen en dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik woog destijds 119. Ik was echt vast besloten om niet over de 120 heen te gaan. Maar ik denk dat ze mij aansprak omdat ze dacht, oh, zij heeft ook wel problemen met haar gewicht. Daar kan ik het wel aan vragen. Hè? Want ze ging natuurlijk niet naar mijn collega, want die woog 50. Dat maakt het alweer makkelijker. Maar ze kwam naar me toe en ze vroeg om die boeken. Dus ik zei, nou, we hebben deze. We hebben koolhydraatarm, we hebben Sonja Bakker. We hebben Montagnac nog in de kast staan. Uit de jaren 90, hè. Maar goed. Toen ging ze de deur uit. En ze had die stapel boeken in haar handen. En ze had de rechte rug. Hè, ze had de kin omhoog. En ze dacht, hel jij, ik ga dit doen. Iets zorgt ervoor. En ik weet niet wat, en misschien weet je het zelf wel, iets gaat ervoor zorgen dat jij een andere houding aan gaat nemen. Dat je een assertieve houding aan gaat nemen. Dat je je niet gaat laten dwarszitten door die zwaarden. Ik wil even weten hoe of wat, momentje. Maar iets geeft jou een stapel boeken waarmee jij... Oh, woe! Oh my, oké. Ik heb hier een toren, ik heb een keizer en ik heb een rad van fortuin. Oké. Wat dit ook is, wat deze verandering ook teweeg brengt, er gaat iets gebeuren. Iets komt er op je pad. En het gaat zo onverwacht komen dat je denk ik waarschijnlijk totaal in shock bent. Maar ik heb hier 2 keer in het midden de keizer. 2 keer, dat wil iets zeggen. 2 keer de 9 van zwaarden, 2 keer de keizer. Als de kaarten het 2 keer geven, dan zegt het tarot eigenlijk, ik meen het.
Maar er gaat iets... Ik weet niet wat het is. Ik weet het niet. Ik mag het ook niet weten. Rad van Fortuin. Ik krijg niet voor niks het Rad van Fortuin. Jij gaat weten wat het is. Maar er gaat iets zo abrupt veranderen. En dat torenmoment gaat zorgen voor een... Voor een 180 graden draai in je houding. Zomaar ineens, patsboom, het gaat op je pad komen. Zomaar in één keer iets. En ik mag, wat ik al zeg, ik krijg het Rad van Fortuin. Ik mag niet weten wat dit is. Ik hoef het niet te weten. Jij hoeft het niet te weten. Maar het gaat zo abrupt komen dat je even gewoon met ingehouden adem, hartstilstand, echt even stil gaat staan en dan komen al die realisaties. Al die realisaties waarbij je zegt, het zijn alleen maar gedachten. En nu ga ik mijn rug recht houden. Hè? Lipjes getuit, borstjes vooruit, pentagram in mijn hand. Staf in mijn hand, bol in mijn hand. Kan mij het schelen wat je in je handen hebt. En ik ga. Oh man, je gaat dit niet zien aankomen. En ik weet niet wat het is. Het kan een gebeurtenis zijn, het kan een gesprek zijn, het kan iemand zijn die je tegenkomt, het kan van alles zijn. Maar alles gaat in één keer abrupt veranderen. Dit wordt een aardverschuiving. En die aardverschuiving laat jou breken met de duivel. En dan ga je voor jezelf zorgen. Op het moment dat je breekt met de duivel, dan kun je voor jezelf zorgen. Holy shit. Oh man. Jij gaat een aardverschuiving krijgen. En ik weet niet op welke manier. Dat zal voor ieder van jullie anders zijn. Maar er gaat een aardverschuiving komen. Twee van bekers. Wat brengt mij meer zelfvertrouwen? Of wat brengt jou meer zelfvertrouwen? Twee van bekers. Twee van zwaarden. Drie van bekers. Koning van bekers. Wat brengt jou meer zelfvertrouwen? Vertrouw erop dat als dit moment komt, dat hele abrupte moment van verandering, als dat moment komt, dat je de juiste keuze maakt. Dat je vertrouwt op je gevoel en dat je kijkt naar wie je bent. Ja. Vertrouw op je gevoel. En vertrouw op wie je daadwerkelijk van binnen bent. Page van zwaarden. Is altijd bereid een nieuwe leerweg in te slaan. Is altijd bereid een open mind te houden. Altijd. 9 van bekers. Dit is onafhankelijkheid. Zelf kunnen kiezen. Hierachter. Hij laat heel duidelijk zien, met die armen over elkaar, de manier waarop hij zit. Ik heb mijn shit voor elkaar. Kom maar op. En dan hebben we hier de koningin van staven. Dit is de nummer 1 koningin met lef. De nummer 1 koningin. Die zegt, het maakt me niet uit wat je op mijn pad stuurt. Ik weet precies hoe ik hiermee om moet gaan. Gewoon, al sleur je haar door de hel heen. Ze is de koningin van het vuur. Het kietelt hooguit een beetje. He, waar een ander aan het schreeuwen en oh, en wat erg en oh, het doet pijn. Voor haar is het alleen, het is een vlammetje, waar maak je druk over, man? Al sleur je haar door de hel heen. Ze kunnen jou door de hel sleuren, maar daar ben je al een keer geweest, denk ik. Anders zit je hier niet. Anders kijk je mijn video's niet. Anders heb je geen interesse in tarot of in je spiritualiteit. Niemand die nooit iets heeft meegemaakt, is spiritueel bezig. Is aan het evolueren. Niemand. Want als het leven comfortabel is, blijf je lekker zitten waar je zit. Je bent al eens een keer door de hel gegaan.
En je hebt daar dingen in geleerd. In die periode van je leven. Heb je dingen geleerd. En er wordt je nu gevraagd. Vertrouw op die kennis. Vertrouw op die ervaring. En als die aardverschuiving plaatsvindt. Als dat gebeurt. Weet dan dat je de juiste keuze gaat maken. Weet dan dat je je hart open kunt stellen. En het allerbelangrijkste hierin is die verbinding met jezelf. Je hebt hier de twee van bekers en hier heb je de kluizenaar. Maar het is veilig om je hart open te stellen. Wat het ook is, welk doel je ook voor ogen hebt, welke wens je ook wil laten uitkomen. Vertrouw op jezelf en houd die verbinding met jezelf. De kluizenaar. Wat helpt mij om hier doorheen te breken? We hebben de koning van zwaarden, we hebben de koningin van zwaarden. Wat het ook is. Je gaat naar je bestemming toe. De plek waar je moet zijn. De situatie waar je moet zijn. Koning van pentagrammen is jouw koning. En we hebben de dwaas. Wat kan je helpen hier doorheen te breken? Ik denk ten eerste helderheid van geest. Dat sowieso met die koningin van zwaarden. Helderheid van geest. Je doelen voor ogen hebben. Weten waar je naartoe wil. Weten wat je wil bereiken. En niet bang zijn om het te gaan halen. De koning van pentagrammen. Dit is jouw koning. Dit is wie je bent. En hij heeft zijn zaken wel voor elkaar. Maar hij trekt lessen uit het verleden. Hij ziet het verleden niet als een wapen wat hem klein kan krijgen. Hij ziet het verleden als een les waaruit hij een heel boek op kan maken. Een heel boek over kan schrijven. Hij heeft vaker een aardverschuiving meegemaakt. Hij is de koning van aarde. De koning van pentagrammen. Hij heeft aardverschuivingen meegemaakt. En elke keer heeft hij zijn koninkrijk opnieuw opgebouwd. En elke keer was het een stukje beter en een beetje mooier en stabieler. Hij heeft het elke keer gedaan. En dan hebben we de dwaas. Stel je open voor het nieuwe. Ook al is het niet bekend waar je naartoe gaat. Ik bedoel, die hamster die stapt hier dadelijk van die rots af. Hij kan twee dingen doen, vallen of vliegen. Nou, oké, drie dingen. Springen kan ook nog. Springen, gewoon sprongetje. Ja, vervallen zou ik leuker vinden. Maar een vliegende hamster vind ik nog leuker. Maar hij weet niet precies wat er komt. Dat is waar het om gaat. En toch, met gesloten ogen, vol vertrouwen, armpjes gespreid. Of pootjes. In ieder geval, ik ga. Dus gun jezelf kansen. De verandering gaat heel abrupt komen. Dat hebben we hier gezien. En het gaat van de een op de andere dag waarschijnlijk, gaat het je aan het denken zetten. En het gaat je hele mindset veranderen. En dan moet je vertrouwen op jezelf. En het beeld wat je van jezelf hebt. Daarom heb je waarschijnlijk deze kaart. Vergroot je positieve emoties. Omdat je moet vertrouwen op jezelf voor de volgende stap. Je moet. Je kunt niet de volgende stap zetten door alleen maar kritisch op jezelf te zijn. En jezelf negatieve feedback te geven. Dan ben je er nooit klaar voor. Dan ga je hier aan onderdoor. Dus geloof in jezelf. En in alles wat je in het leven geleerd hebt.
Zorg dat je helder hebt waar je heen wil en wat je wil bereiken. Zie het verleden als lessen die je hebt geleerd in plaats van wapens die tegen je gebruikt kunnen worden. En als die aardverschuiving plaatsvindt, ga dan vallen of vliegen. Die keuze is aan jou. 3 van staven. Hoe brengt dit me dichter bij mezelf? Oh, hey. Wie ben jij? Ridder van pentagrammen. Die bleef liggen. Het kan zijn, want dit gaat abrupt komen. Maar ik denk als je het hele proces samenpakt, dat het tijd gaat kosten. Maar hé, dit is jouw ridder. Eitje. Dit is jouw ridder. Doorzettingsvermogen is voor aardetekens het sleutelwoord. Geduld, doorzettingsvermogen, inzet. We gaan dit doen, vastbesloten. Komt wel goed. En het maakt ons vaak helemaal niet uit hoe lang we erover doen. Hè, stier, maagd, steenbok, maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe lang we erover doen. Als we op onszelf vertrouwen, komen we er wel. Voor de 3 van staven. Ja, oké, okay, ik heb de kaarten geschud. Ja, je hoort het, je ziet het. En daar is weer die page van zwaarden die we net ook hadden. We hadden een page van zwaarden. Hier heb je wederom op de onderkant de 2 van bekers. Weer. Komt weer terug. Hoe brengt dit je dichter bij jezelf? Dit hele avontuur gaat je leren om op jezelf te vertrouwen. Kijk, weet je wat het is? Als die koning van pentagrammen, hè, hier zo. Als hij geen aardverschuivingen had gehad. Dan had hij ooit 1 keer eens op een blauwe maandag een kasteel gebouwd. En dan had hij het prima gevonden. Maar door die aardverschuivingen is hij elke keer iets aan zijn koninkrijk gaan verbeteren. Als die aardverschuivingen niet hadden plaatsgevonden, dan was dat kasteel en zijn koninkrijk waren nu waarschijnlijk gewoon ruïnes geweest. Maar omdat het elke keer instortte, geheel of gedeeltelijk, is hij blijven bouwen, blijven bouwen, blijven bouwen. En dat is wat ik hier zie met die ridder van pentagrammen, de 3 van zwaarden en de page van zwaarden. En je ziet gewoon hoe die page van zwaarden naar die 3 van zwaarden kijkt van oh fuck, wat komt er nou weer op me af? Ja, het punt is, zonder 3 van zwaarden bouw je 1 keer een kasteel. En uiteindelijk is het een ruïne. Maar met 3 van zwaarden. Als je hart een kasteel is. Ja. En het wordt iedere keer verkruimelt het. Dan heb je het initiatief. Om je hart weer heel te maken. En elke keer wordt het een stukje mooier. Elke keer wordt je hart een stukje steviger. En stabieler. En groter. Dat is waar het voor nodig was. En zodra je dat beseft, dat elk obstakel wat je ooit in leven bent tegengekomen, elke teleurstelling die je ooit hebt moeten wegslikken, elke keer dat er iets in je leven kwam wat je pijn heeft gedaan, het heeft ervoor gezorgd dat jouw kasteel alleen maar groter, mooier, luxueuzer en steviger werd. Dat is waar het voor gezorgd heeft. En je krijgt wederom een aardverschuiving. Weer. Maar die aardverschuiving zorgt ervoor dat jij aan je kasteel blijft bouwen. En blijft ontwikkelen. En blijft restaureren en renoveren.
Dat is hoe het je dichter bij jezelf brengt. En ik heb het nu over een kasteel. Maar we weten allemaal dat het niet over een kasteel gaat. Het gaat over je leven en over wie je bent. Over je ziel en je energie. En wat er in je hart zit. En wat er uit wil. Daar gaat het over. Ik heb hier Sacred Forest Oracle. Deze is dat. The Raven Spirit. De spirit van de raaf. Truth. Waarheid. Ik denk dat het gaat komen met dat torenmoment. Met die aardverschuiving. Dat je dan een bepaalde waarheid ontdekt. Misschien wel eentje over jezelf. En over wat je waard bent. En over wat je kunt. En dat je niet langer gaat kijken naar het negatieve, maar juist naar het positieve. En ik hoop van ganse harte dat je dat kunt doen. Ik bedoel, je bent een van de sterrenbeelden met het grootste hart dat er bestaat. En we hebben feelings. Dit is het telepathy oracle deck. Take time to explore deep emotions you are experiencing. Neem de tijd om de diepere emoties te ontdekken die je nu op dit moment voelt. Je hart gaat hiermee gemoeid. Dat gaat gebeuren. En er gaan emoties naar boven komen. En daar ga je mee om moeten gaan. En dat instinct hier, dat instinct gaat tegen jou zeggen, maagd, wees nou voorzichtig, maagd, doe nou niet. Pas nou op, doe nou niet alsjeblieft. laat die gevoelens nou gewoon maar over aan vissen. He, of aan schorpioen of aan kreeft, die zijn er goed mee, doe jij het nou niet. Maar voel die emoties wel. En op de onderkant heb je accept. Accepteer. Wees bereid te accepteren wat het lot voor je gepland heeft. En in jouw geval gaat het heel abrupt komen. Maar ik kijk niet voor niks in één keer op de onderkant van het dek. Dat is niet voor niks. Je advies voor deze maand. Allereerst. De 8 van staven. Communicatie, beweging, creativiteit, vuur, passie. Gewoon alles. Er gaat beweging komen. En ik denk dat de vraag is of je daarin mee wil gaan. Tweede, de zegenwagen. Het is tijd voor vooruitgang. Het is tijd om doelgericht te gaan werken. En te gaan kijken naar wat je in het leven wil bereiken. En dan hebben we hier als laatste de aas van bekers. Lieve maagd, er is iets wat heel belangrijk voor jou is. Er is iets heel erg belangrijk voor je. En jij weet wat het is. En als het zo belangrijk is, ben je dan bereid jezelf te laten tegenhouden door een fucking duivel? Ga je dat echt doen? Of ga je de keten doorbreken? En zeggen nee. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik kan. En ik pak die pentagram en ik ga. Want dit. Hier. Die beker. Die is van mij. Nu is hij van mij. Ik heb hier lang genoeg op gewacht. Alright. Ik ga het hierbij laten voor je.
Beetje heftige reading voor je verjaardag, maar hé. Ja. Misschien moest je dit gewoon horen. Juist omdat het zo'n belangrijke maand voor je is. De andere readings die ik tot nu toe heb gedaan zijn niet minder heftig, hoor, heus niet. Ja, misschien die van Boogschutter. Die was nog wel... Leeuw was vrij abrupt, maar... die was... Pup. Maar dit soort readings krijg je ook. En misschien, als dit eenmaal achter de rug is en je hebt die aas van bekers en je bent ervoor gegaan, dat je denkt, ja, dit had ik veel eerder moeten doen. In ieder geval ben je nu voorbereid. Je weet dat er iets gaat komen. En dat je niet overal invloed op hebt. Misschien hoeft dat ook helemaal niet. Misschien moet je deze maand gewoon lekker jarig zijn. En je is in de watten laten leggen. En eens gaan kijken naar alles wat jij te bieden hebt. Aan anderen en aan jezelf. Oké. Ik ga hem hiermee afsluiten. Mocht je hier vragen over hebben, laat het me weten. Mocht je andere vragen hebben over tarot, spirituele zaken, laat het me ook weten. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hele fijne verjaardag. Ga ervan genieten. Eet een stuk taart, zeg maar, voor mij. En dan hoop ik je volgende keer weer te zien. Dankjewel. Doei.